Is er wat uit? Nee, dit is niet normaal. Hallo, goedemorgen maandag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb net supersnel geëdit. Ik heb al gewoon een hele vlog geëdit. En het komt omdat Jax ineens heel erg lang slaapt deze ochtend. Het is gewoon al 11:30. En normaal wordt hij zo tussen 9 en 10 wakker. Dus ik heb al een paar keer boven zijn bedje gegaan. Zo van, wat is er aan de hand? Je slaapt te lang. Hij zou any moment nu wel wakker worden. Dus ik ga even snel ontbijten. En dan hem voeden. En dan gaan we de dag beginnen. Met een vlog die al helemaal afgeëdit is. Dus ik heb super veel tijd over voor andere dingen. Yes! Ik ben nog steeds zo super blij met mijn nieuwe haartjes. Deze lengte staat gewoon echt zoveel vlotter. Vinden jullie ook niet? Misschien dat er zelfs nog wel een stukje af had gekund. Dit is de nieuwe hype. Kort en pittig. Oh no. Dit is niet normaal hoor. Lekker. Afgelopen weekend naar de kapper en toen was ik best wel een tijdje weg. Dus toen moest Bart afgekofte melk geven, zoals ik had laten zien. Maar dat was nogal een probleem, of eigenlijk, het lukte niet. Wat hebben we nou gedaan? We hebben al een tijdje geen flesje meer gegeven. En hij is dus echt alleen maar gewend aan de borst. Hij wil dus geen flesje meer drinken. Echt heel erg vervelend. Ik heb nu dus weer een andere speen, deze. Dat lijkt dan meer op een tepel. En dan ga ik hem een beetje voor de gek houden. Gisteren is dat gelukt. Dan ga ik tijdens de borstvoeding ga ik heel even wisselen. Dit is waar dat medicijntje in zit. Dus wat hij eigenlijk ook moet drinken. En dat is gisteren gelukt. Dus ik ga even kijken of het vandaag ook lukt. En dan kan ik hem langzaam weer een beetje laten wennen aan een flesje. Want in het begin hebben ze dus een reflex. Waardoor ze dan wel makkelijk flesjes drinken. Maar dan neemt dat af. En dan als je rond de 3 maanden nooit een flesje geeft. Dan, dan moeten ze dat gewoon echt niet meer. Dat wist ik niet van tevoren. Maar nu weet ik het. Dus nu ga ik daarmee blijven oefenen. Pam, padawam. Jola gaat even iets laten zien. Wauw. Dinsdag! Bartie is vandaag buiten de deur werken. Komt een vriendin eventjes wat foto's maken met haar ballenbuik en haar kindje. Daar word ik natuurlijk altijd voor gebruikt, omdat ik een bakbeest van een camera heb. Ja, jongen. Ik wil niet zeggen dat de foto's altijd lukken, maar oké. Verder even Joltje ophalen met een vriendinnetje, boodschapje doen. Nou, we kijken wel eventjes waar we aan toe komen. Goedemorgen, Jax. Met je superschattige Zara broekje. En Noppies rompertje. Ik heb zojuist dus gehoord dat ik dus precies over een week heb ik een afspraak waarbij ik dus echt wel bijna de hele dag aan het werk ben en niet thuis ben. Dus het is nu echt noodzaak om Jax in een week tijd te gaan leren drinken uit een flesje. Dus daar ga ik dan nu met de verse afgekoelde melk kijken of dit gaat lukken. Resultaat is 40 milliliter. Nou ja, dit bewaren we even voor vanmiddag. En dan ga ik weer verder kijken of er nog een beetje bij kan. Maar hij heeft in ieder geval weer wat geoefend. Normaal gebruikte ik de Dr. Brown flessen. Maar ja, dat pakt hij nu dus niet. Dus vandaar weer even deze. Nou, ik heb 3 vliegen in 1 klap. Ik heb namelijk een babytje die slaapt. En ten tweede, hij slaapt op zijn zij. En ik breng deze 2 meiden naar huis en dan naar turnen. Oh, wat een weertje. Heerlijk. Vitamine D-druppels voor baby's. Oh, hier. D-druppels voor baby's. Jee, we gaan voor deze. Zo, poeh.
het is wat, die meiden wegbrengen. Moet je hem weer helemaal, terwijl hij net zo lekker lag te slapen, in dat ding doen, meenemen. Dat vind ik toch soms wel echt een nadeel van een tweede kind. Dus dat je die andere continu ook overal nog steeds heen moet brengen. En dat je dan die kleinere moet wakker maken daarvoor. Dat vind ik echt niet zo leuk. Ik heb dus die druppels gekocht. Vitamine D zonder suiker. Echt een tipje dus. Heb ik van Aranka. Misschien kennen jullie die wel van Fit Girl Coach. En deze heb ik ook meteen gekocht. Dit is dus goede vitamine voor wanneer je borstvoeding geeft. Dus echt goed voor mij. En vandaag kreeg ik super veel tips van iedereen over de flessen. Want ik had wat op Instagram gedeeld over dat Jax niet meer uit de fles wil drinken. En dan zegt dus iedereen tegen mij, ja, je kunt deze fles of deze fles misschien goed gebruiken. Nou, ik heb nu deze spenen van Avent. Ik vind dit zelf persoonlijk het meest op een tepel lijken. Althans, van wat ik in de winkel zag. En deze doen het vergeleken met dit soort spenen. Dus ook veel beter bij Jax. Want als ik dit aan hem geef, dan doet hij echt dit, hè. Dus dat is niet helemaal zo'n ding. Vandaar dat ik heb ook echt een vermogen aan flessen. Die Dr. Brown flessen, omdat daar natuurlijk dit in zat. Dus dan zou hij minder... Oh, er zit nog water in. Minder snel krampjes krijgen. Dus natuurlijk moest ik die hebben. Dan heb ik de gewone Avent flessen, omdat ik daar natuurlijk gewoon... Die had ik in het begin. Verschillende doppen ook weer zie ik. Dit is weer een 2. Dan natuurlijk de Difrax, waar ook iedereen het over heeft. Nou, daar heb ik ook verschillende flessen van. Ook natuurlijk de kolf heb ik daarvan. Maar dus ook de spenen. Die had ik trouwens ook geprobeerd. Ging ook niet helemaal lekker. Nou, daar zijn we weer. We zijn nu dus op zoek naar de Medela speen. Maar zo te zien hebben ze bij de Ethos hebben ze hem niet. Jax, ja... Bij de kruidvat hebben ze hem gevonden. Nou, ik ben heel erg benieuwd of dit gaat werken. Je ziet wel dat hij iets probeert. Er komt wel iets uit. Dus hij heeft er wel een beetje. Hij doet zijn tong, met zijn tong duwt hij het af en toe weg. Hè? Beetje wat platter. Nou, die gaat het proberen. Is er wat uit? Nee, niks. Ik heb heel eventjes al mijn flessen bij elkaar gezet om jullie een indruk te geven wat ik allemaal al heb geprobeerd. Tada! Daar was ik helemaal fan van en die werkte ook elke keer heel erg goed. En dat was natuurlijk vanwege de krampjes en dat ding wat erin zit. Vond ik deze heel fijn om te gebruiken. Maar tot een week of 10 en daarna, stom van mij, mijn fout, misschien een goede tip voor jullie... is dus om dat te blijven stimuleren uit een fles drinken. Want dat heb ik dus een paar weken niet gedaan. En paf, weg is het. Ze verliezen dus de automatische reflexen tussen de ongeveer de 8 en de 12 weken. Dus in die periode is het juist heel belangrijk om die fles te blijven aanbieden. Wat ik niet wist en wel had willen weten. Dus hierbij mijn tip voor jullie. Hier had ik echt al mijn hoop op gevestigd. Dus vandaag, die heb ik dus vandaag gehaald. Maar helaas, het is niet wat ik had verwacht. Dat wil niet zeggen dat het voor iemand anders niet werkt. Want ik heb daar goede verhalen over gehoord. Ik blijf trouwens wel gewoon proberen nog. We gaan het oplossen. Het komt goed. En ik ben zo blij dat dit nog een van de weinige probleempjes is. Want het gaat zo goed met Jax. Nou echt. Het is zo'n wereld van verschil. Dit is niet normaal. Hij slaapt gewoon overdag regelmatig. Hij lacht. Hij is blij. Hij zit lekker in zijn vel. Wij zitten lekker in ons vel. En natuurlijk komen er nog zat dagen dat ik echt denk van... Oh, heerlijk. Echt heerlijk. Zo verliefd ben ik. Hoe stoer is dit dan? Oh, die zijn zo lief. Die heeft hij al, maar heeft hij er nog één? Oh. Ik heb zelf dus ook heel veel kleertjes weggegeven aan vriendinnen. En ik vind dat zo leuk als dat kan. Met je vrienden wat kleertjes uitwisselen. Wie denk je dat het net langs kwam hier? Nee, kijk. Van wie is dit allemaal, denk je? Nee. Jeffrey. Nee. Iemand met een jongetje. Kijk, en ook zwemluiers. Die hadden we net nodig. Oh, Mark of Annemarie. Annemarie. Drinktijd voor Jax, hè? Ja, drinktijd. Ja.
komende dagen worden leuk, want Jola die heeft gewoon vrij van school. Studiedagen van de juffen. Gezellig. Dus ja, dan vast weer wat boeiendere stukjes in de vlog. Dank jullie wel voor het kijken naar deze. Later! Rock that joint.